dan mevrouw Kuiken en dan de heer Klaver, mevrouw Marijs. Dank, voorzitter. Voorzitter, waarom geeft het Nederlandse volk dit kabinet een 3? Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik heb die cijfers ook gezien. En het kabinet, is overigens vertrouwen in de politiek breed, is laag en slecht. En dat trek ik mij ook aan. Ik zit hier in de Tweede Kamer, ik ben volksvertegenwoordiger. En wij doen ons werk op grond van vertrouwen. Je krijgt de stem van een kiezer, die geeft jou het vertrouwen om hier de goede dingen te doen. En als dat vertrouwen dan niet gevoeld wordt en kiezers het niet het gevoel hebben dat we hier met de problemen waar zij tegenaan lopen bezig zijn, dan raakt mij dat ook en reken ik mij dat ook aan. En vind ik dus ook dat we alles op alles moeten blijven zetten om dat vertrouwen te herstellen. En zoals ik zojuist ook tegen de heer Dassen zei, ik heb goede hoop dat met het grote pakket aan maatregelen om die energiekosten, om die problemen die mensen in hun portemonnee ervaren, om daar wat aan te doen. Gecombineerd met wat er gisteren nog aanvullend bij is gekomen, dat energieplafond, heb ik echt goede hoop dat er nu wat rust komt op dat hele onrustige gevoel van wat zijn mijn rekeningen komende maand en kan ik het allemaal nog betalen. En ik hoop dan ook dat daarmee we kunnen bouwen aan dat herstel van vertrouwen. Want uiteindelijk, ik zei het net ook, cijfers in een tabel, plannen op papier, dat is een begin. Maar het gaat erom dat we leveren en dat we resultaten opleveren in de praktijk. Dank u wel, de heer Asserkan. Voorzitter, dat is een prachtig antwoord, maar het was geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was, wat is de oorzaak ervan dat maar 3 van de 10 Nederlanders dit kabinet vertrouwen geeft? Mevrouw Hermans. Voorzitter, er is een heleboel aan de hand in Nederland en in de wereld. Al mag ik daar van mevrouw Van der Plas niet te veel over zeggen. Maar ik vind dat nogal relevant wat er om ons heen geopolitiek gebeurt. Omdat Nederland staat niet op zichzelf. We zijn een klein en sterk land, maar wel in de Europese Unie. En de Europese Unie in een grotere wereld. En er gebeurt een heleboel. En dat raakt aan de fundamenten van onze bestaanszekerheid. Het woord is al vaak gevallen. Aan de fundamenten van het gevoel, kan ik in vrijheid en veiligheid mijn leven leiden? Of het nou over je energierekening gaat, of er een huis beschikbaar is voor jou of voor je kinderen. Geven we dit land gewoon door aan volgende generaties? Kunnen kinderen als ze van school komen goed lezen, schrijven, rekenen om echt stevig aan de start te verschijnen als ze een baan gaan zoeken? Is die baan er dan? En is daar een contract waar je zekerheid aan kan ontlenen? Het zijn heel veel vragen. Heel veel onzekerheden die op dit moment spelen. En het is aan ons, aan kabinet, maar ook aan partijen hier in de Tweede Kamer, om daar wat aan te doen. Dank u wel. De heer Asserkan. Ja, voorzitter, het leek een beetje op een antwoord. Maar het antwoord is natuurlijk omdat er woningen zijn gesloopt door dit kabinet onder leiding van de VVD. Bijna 200.000 zijn weggehaald door sociale huur. Omdat de studenten met een schulden zijn opgebouwd en die krijgen nu een fooitje. Omdat er toeslagen ouders en kinderen zijn die kapot zijn gemaakt door een discriminerende overheid. Omdat er boeren zijn die zien dat ze niet mee mogen praten totdat ze hier alles, het hele land, vastzetten. En dan pas komen de politici uit hun ivoren toren en gaan ze met ze praten. Dus mijn vraag aan mevrouw Hermans, collega van de VVD, mevrouw Hermans, is, ziet zij ook die oorzaken in plaats van alleen maar te kijken naar, ja, we gaan ons best doen. Ziet zij die oorzaken? Mevrouw Hermans. Voorzitter, in de afgelopen jaren is er veel gebeurd. We hebben een coronapandemie gehad. Kan niemand hier in deze Kamer, in dit kabinet, in de politiek iets aan doen. Maar het heeft in Nederland heel veel tot heel veel grote sociale gevolgen en effecten geleid. Hetzelfde nu de gevolgen van de oorlog als gevolg van de inval van Poetin in Oekraïne. En ja, ook door de Nederlandse overheid, door de politiek zijn fouten gemaakt. En u noemde het voorbeeld van de kinderopvangtoeslag. En ja, dat dat effect heeft op het vertrouwen dat mensen in de politiek hebben, dat begrijp ik donders goed en dat snap ik ook donders goed. Het enige punt is, dan komt vervolgens de vraag, hoe ga je ermee om? Hoe handel je ernaar? En dan kan je het blijven benoemen, kan je erop blijven terugkomen, waarmee ik niet wil zeggen dat het niet vreselijk is wat er mis is gegaan in de afgelopen jaren. Waarbij ik wel wil zeggen dat ik me tot in mijn tenen gemotiveerd voel om te zorgen dat
gedupeerde ouders van die kinderopvangtoeslagaffaire, dat die geholpen worden. Dat mensen in Groningen sneller geholpen worden. Want ja, dit moet allemaal sneller. Dit duurt lang. Maar ook al die onderwerpen die ik net noemde. Huizen bouwen, zekerheid over een baan, goed leren lezen en schrijven. Het is een heleboel. Het is en wat we tegelijkertijd moeten doen. Ja, als dat kan tot slot. Voorzitter, ik zal altijd blijven aandacht vragen voor de fouten die gemaakt zijn door dit kabinet. En ik zal dat blijven benoemen. Omdat tot op de dag van vandaag de toeslagenouders nog steeds wachten op compensatie. Omdat ze bezig zijn met bezwaarschriften en met de afhandeling van allerlei sommaties. Ze kunnen het werk niet eens doen. Het is tot stilstand gekomen. Omdat die Groningers nog steeds wachten. Dit gaat niet om corona. Dus als je nou de leider bent van de grootste partij hier in de Tweede Kamer, verschuil je niet achter corona. Verschuil je niet achter Oekraïne. Dit zijn keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Allemaal ver daarvoor. En voorzitter, ik denk dat Nederlanders die kijken het ook zouden waarderen als dat eens wordt toegegeven. En als er niet alleen met de mond beloftes worden gedaan, zoals mevrouw Hermans ook begin van dit jaar deed. Ze beloofde een evenwichtig en positief koopkrachtplaatje. Kijk, en ik zie mevrouw Hermans kijken die denkt, ja, maar meneer Azarkan, er is van alles gebeurd in de wereld. Het zijn de beloftes van mevrouw Hermans, ja, niet van mij. En wat zien we dan, voorzitter, tot slot? Als we nou in 2 jaar tijd bijna 10% economische groei hebben, dus met elkaar 90 miljard euro verdienen, en we zien dat er een werkeloosheid is waarbij elke werkzoekende uit 1,5 baan kunt kiezen, hoe kan het dan dat mensen er in een jaar 7% op achteruit gaan? Dat kunt u als leider van de grootste partij in dit parlement toch niet accepteren. Dank u, mevrouw Hermans. Voorzitter, dat accepteer ik ook niet. Dat is precies de reden dat ik afgelopen zomer met mijn coalitiepartners onderhandeld heb. Dat ik met mijn coalitiepartners heb gekeken, hoe kunnen wij zo gericht mogelijk die mensen, die gezinnen, die heel hard geraakt worden door die hoge energierekening, hoe kunnen we die helpen? Omdat, precies wat ik net in mijn inbreng zei, ik vind in een fatsoenlijk en beschaafd land als Nederland is het onze dure plicht om daar wat aan te doen. Dank u wel. Mevrouw Kuiken, PvdA.